Twee of drie weken later worden de planten bij een tweede dunning op de definitieve afstand gezet. De plantengroei ontwikkelt zich met kracht dankzij de evenwichtige bemesting. De wortelen worden met de ploeg uit de grond gereden. De wortelen worden op het veld gereed gemaakt. Deze bewerking bestaat in het afsnijden der bladeren op 1 of 2 centimeter van de kraag, zonder evenwel het hart van de... De wortelen worden vervolgens in groeven geplaatst met de kragen op dezelfde hoogte en daarna overdekt met een laag aarde, om aldus een groentesoort met witte bladeren te bekomen, het zogenaamde witloof. Het witloof ontwikkelt zich dankzij de invloed van een kunstmatig aangelegde warmtebron. De warmtegraad die men in die lagen moet trachten te bekomen, schommelt tussen 17 en 22 graden. Verschillende soorten van verwarmingsmiddelen staan ten dienste van de kwekers. De verwarming door stalmest is verouderd en wordt praktisch niet meer aangewend. Aan welke methode van verwarming men ook de voorkeur geeft, steeds moet men de lagen met stro, stromatten, houten schutsels of gegolfde platen bedekken om er de warmte te behouden en ze tegen regen en vorst te beschutten. Door deze opening kan men de warmte regelen. Bijna alle kwekers gebruiken tegenwoordig het thermosiphonsysteem. De buizen van de thermosifoon worden onder de grond aangelegd, een weinig onder de wortelen. Het aanjagen door de warmte heeft slechts plaats enige dagen na de inzetting in de groeven, om de wortelen toe te laten nieuwe vezelwortels te ontwikkelen, welke noodzakelijk zijn om de vorming der witloofknoppen te bevorderen. Gedurende het aanjagen moet de kweker het ontwikkelen van het witloof in het oog houden. Door de groei en de ontwikkeling der planten wordt de aarde die ze bedekt opgelicht en barst open. Zodra ze hun volledige ontwikkeling bereikt hebben, kan de oogst beginnen. Tot in 1900 was het witloof niet zo gesloten en zwaar als nu. De bladen waren van elkander verwijderd. Dankzij de veredeling en het doelmatig aanwenden van aan potasrijke bemesting, bekomt de kweker tegenwoordig de vermaarde kroppen die u hier ziet. Na ongeveer 3 weken aanjagen is het witloof goed om geoogst te worden. De productie van witloof schommelt tussen de 7 en de 10.000 kilogram per hectare. Het schoonmaken en de verpakking heeft gewoonlijk in de keuken plaats, of in een speciaal lokaal, witloofkot genaamd. Bij goed weer gebeurt het soms dat gans de familie zich buiten neerzet om voornoemde werkzaamheden te verrichten. Het schoonmaken vraagt veel zorg. Men moet de kroppen van grond en slechte bladeren ontdoen en de kraag zorgvuldig afsnijden. De kroppen witloof worden in 2 soorten gerangschikt. Ze worden in kistjes of dozen verpakt
en aldus door de handelaars of het syndicaat der kwekers afgehaald.